voor de kras schudden. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Bert is op zijn auto, Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. Tot dat moment leidende wedstrijd. 111 zien we eventjes aan de kant gezet staan. Tom Zevers. Hij is de klos. Hij heeft zich geslikt in die gladde baan. Maar goed, hij is niet de enige. En inmiddels is op een achterlijst. Met nummer 111. Tom Zevers. Dat betekent dat de leidende positie nu heel stevig in handen is van Ivan Galenkop uit Meidrecht. Schudden ze naar de kras naar huis. Oerend hard, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een klein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze waren koning op de weg en dachten alles maar. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Zingen doe, het hart. Dat zien we steeds voor de grond, hoor. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Toen zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bertus reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur in nooit meer wat van. Yeah, darling, go make it happen.
Lakers of van rock and roll. Super Rockers of van rock and roll. Voor de 10 jaar lang. En 148 op derde positie. En hier komt hij aan. De winnaar van de eerste man. Start nummer 2, A. Tieting. Hij is binnen, zonder kloppen. Veel bagger, blubber en spektakel. Ja, 7 Hoge on Wheels is echt een evenement wat op de kaart gezet is. Echt respect voor al die mensen van de organisatie. Wat geweldig hoe ze dit hebben weten waar te maken.